Verse groenten en fruit kopen bij de boer. Steeds meer inwoners van Lelystad doen dat via een app. De klant doet via de app een bestelling. Daarna brengen boeren in de regio de groenten en fruit naar een ophaalpunt. Dan hebben mensen heerlijke verse appels die in een korte keten gebracht worden. En die korte voedselketen is precies wat de ongeveer 200 gebruikers van de app willen. We hebben zoveel boeren om ons heen dat we helemaal niet afhankelijk zijn van wat we in de supermarkt kunnen krijgen. Voor mijn gevoel dat het toch gezonder is, verser allemaal en vaak ook goedkoper. Maar ja, dan moet je naar de boer rijden en nou komt het eigenlijk naar je toe. Groente en fruit afhalen kan nu 2 keer per week. Als het aan de boeren ligt, wordt het project uitgebreid. Ik hoop dat straks dat ik elke dag van de week een pallet naar Lelystad kan sturen. Maar voor mij hoeft het niet alleen Lelystad te zijn. Almere en Dronten mag voor mij ook.